In de school voor buitengewoon secundair onderwijs, de Richter op de Bret, waren heel wat genodigden komen opdagen om de realisatie van het IKEA-project te komen bewonderen. Collega's, ouders, beste genodigden. Vandaag zijn we samen voor weer een fijne gebeurtenis ons feestelijk te vieren. En dat is de opening van de inrichting, de infrastructuur van enkele lokalen van opleidingsvorm 1. Wat hebben wij gerealiseerd? We hebben een keukenblok volledig ingericht, is geplaatst door IKEA. We hebben een leefklas voor onze zorgkinderen, met alles erop en eraan, de gordijnen, de tapijten, de kasten, het speelmateriaal, jullie zullen het zelf eens zien, compleet ingericht. En we hebben een atelier voor de handvaardigheid, die zij ook volledig hebben geleverd. En, dan moet ik zeggen, wij hebben al op lange termijn, hadden wij al een beetje een goede samenwerking, David. Wij mochten houtafval voor een houtafval van meubels, van paletten gaan halen. Dat hebben wij altijd gedaan. En daar maakten wij in de handvaardigheidslessen van OV2 allerlei kleine houtvoorwerpen, tot onder andere vogelhuisjes. Dan hebben wij voor IKEA een 20-tal vogelhuisjes in elkaar geknutseld met opleidingsvorm 2, met onze leraar hout. We zijn via 1 Hart voor Limburg terechtgekomen bij Buzo de Richter. Een tweetal jaar geleden zijn we hier naartoe gekomen om te kijken wat de noden van Buzo de Richter waren. En we waren onder de indruk van de kracht en ook de inzet wat de mensen hier allemaal tonen, de leraar en de directrice tonen voor de kinderen. En wij vonden dat we konden helpen om een klaslokaal in te richten. Daar zijn we eerst mee begonnen, maar uiteindelijk hebben we 2 klaslokalen ingericht en een keukentje. En de resultaten worden vandaag getoond en we vinden het zelf heel mooi geworden. En het belangrijkste is dat de kinderen het heel mooi vinden. En zover wij hebben begrepen, vinden ze het heel mooi en wordt er ook flink gebruik van gemaakt. De leerlingen vergasten de aanwezigen met een erg gesmaakt muzikaal optreden. Dan was het tijd om de les en leefruimte te gaan bekijken waar de IKEA-meubeltjes in gebruik werden genomen. Het waren de leerlingen zelf die het lint mochten doorsnijden. Willen jullie van die andere klas ook eer daar kinderen in zijn? Om de schaar laten knippen. Dat jullie, hè? Goed zo. Goed zo, bravo. Dikke bravo. We gaan de kinderen binnen. Ja, dit is hier. En tot slot mochten de aanwezigen nog genieten van een drankje en een hapje.
maar ik ben schapen een nieuwe vrouw.